Er zijn vandaag voor de 18e keer kinderlintjes uitgereikt in Nijmegen. Elk jaar kiest een jury jonge helden uit die iets bijzonders hebben gedaan. Dit jaar kregen 5 jonge meiden een lintje van burgemeester Bruls en presentator Klaas van Kruisum voor hun goede inzet. Ja, de kinderlintjes doen we elk jaar op de dag van de rechten van het kind. En wat we eigenlijk doen is net zoals je bij volwassenen onderscheiding hebt, dat kinderen tot 13 jaar ook een keer in het zonnetje worden gezet. Dan moet je natuurlijk wel iets bijzonders doen. Hè. Elke dag naar school gaan is wel goed, maar daar krijg je geen lintje voor. De kinderen hebben om verschillende redenen een lintje gekregen. Ja, het was heel gevarieerd. Met natuurlijk altijd weer een rode lijn. Dat is namelijk dat kinderen iets bijzonders doen voor anderen. Soms is het voor een zus die ziek is en dat je door dik en dun je zus steunt. Dat kan zijn, er was eentje die had een zus met leukemie. Gelukkig was ze ook in de zaal en is ze schoonverklaard, zo heet het dan. Hè? Dus dan ben je weer gezond. Een andere zus die had diabetes, dus die moet er nog elke dag mee worstelen. En dan de andere zus die dan weer helpt. En zo ging het van heel dichtbij naar heel ver weg. Proberen mensen te helpen die in andere landen in de penarie zitten. Echt fantastisch. Ilana heeft ook een lintje mogen ontvangen voor haar inzet. Ik heb net een prijs gewonnen. Het heet eigenlijk een kinderlintje. Omdat ik uit een ander land kom en dat het moeilijk voor mij was eerst. En toen had ik een mediatoropleiding cursus gedaan. Waardoor ik ook andere kinderen die uit andere landen kan helpen. En dan ook kinderen kan helpen die die problemen hebben. Ik denk dat ze het wel fijn vinden. Ik kan natuurlijk niet voor hen voelen, maar ik denk dat ze het wel best wel fijn vinden. En ik krijg een fijn gevoel als iemand ook fijn vindt. De gemeente wil met de lintjes de kinderen belonen voor hun goede daden, waarmee ze een voorbeeld zijn voor iedereen. Nou kijk, eigenlijk, waarom heb je überhaupt onderscheiding? Om te laten zien dat er mensen zijn die uit zichzelf bijzondere dingen doen. Deze kinderen hadden ook gewoon lekker kunnen gaan spelen of televisie kijken. En dat is allemaal prima. Hè? Je bent kind en dan moet je daar ook van genieten. Maar mensen die naar voren stappen, kinderen die voor ze iets extra doen, daar moeten we het van hebben. Dat zijn ook goede voorbeelden van ons. En door zo'n lintje laat je dat zien. Nou, kijk goed naar deze gasten en volg je intuïtie, want ik merk bij kinderen heel vaak dat ze eigenlijk best heel snel weten wat ze zouden moeten doen. Is er ergens een probleem, dan gaan we proberen te helpen. En soms weet je niet precies hoe, maar elk beetje helpt. Dus let goed op de kinderen, zeg ik tegen alle volwassenen, want daar zit eigenlijk heel veel goud.